Op een boogscheut van Brussel ligt de Vlaamse stad Vilvoorde. Berucht om haar vervuilende, zware industrie. Maar ook berucht voor het vermoorden in 1536 van godsman William Tyndale. Hier in Vilvoorde werd hij op de brandstapel gewurgd en verbrand. Maar God heeft een goed geheugen. En uitgerekend in deze stad doet God een wonderwerk. Sinds ongeveer 25 jaar werd onder een protestantse burgemeester de stad compleet getransformeerd tot de mediastad van Vlaanderen. En bovendien wekte God de geest op van een klein groepje gelovigen om een visionair pionierswerk te starten. Als predikant van deze kerk wil ik u vandaag vragen om te bidden, mee te bidden, om dit pionierswerk te laten uitbreiden over gans Vlaanderen. Als predikant wil ik u ook bedanken om te kijken naar het Philadelphia Gospel Choir dat u zo net gezien heeft. Het Philadelphia Gospel Choir en de band is een uiting van onze passie en de power voor God. Ik wens u alvast God zegen. Ik ben Eddy Hazard, predikant van Gospelkerk Refreshed. Me.
gospeldienst of concert of feest kan je nooit afsluiten zonder dit nummer. En iedereen kent het. Maar hoeveel weten wat Edwin Hawkins zong? Oh, happy day when Jesus washed my sins away. Ik wens u God zegen. En let eens goed op in dit nummer. Grote broer, en hij is ook meteen de oprichter van het Philadelphia.
drums. Zit er nog familie van mij? Mijn schoonbroer, de one and only Wim Wegmans. En dan de leadgitaar. Is nog familie van mij. Klinkt saai, hè? Het is mijn jongste broer. En hij heet Tom, maar hij is ook bekend als Vlees. En dan, last but not least, het Philadelphia Gospel Choir. Ik begin van links naar rechts, van achter naar voor. Te beginnen met Milo. De twee backing vocals. De vrouwelijke helft is, sorry hoor, maar het is ook familie van mij. Het is mijn oudste zus, Karine. En daarnaast de mannelijke backing vocal. Dat is voor de verandering geen familie van mij.